En we gaan besluiten met een beeld van Ray Horton. Ik maak me op voor de reis naar Washington voor de tweede wedstrijd in deze groep tussen Noorwegen en Mexico. Haasten, want we moeten ons vliegtuig halen. Daarom met deze mooie beelden vanuit het Giant Stadium in New York weer naar Brussel in België. Het gemeentekrediet, captain sponsor. In België, waar het over 2 seconden zondag wordt. We hebben 4 wedstrijden gehad op deze wereldbeker. 8 doelpunten, een gemiddelde van 2 per wedstrijd. Dus al 2 aangename verrassingen. Misschien niet echt om hard te juichen, maar toch zeker ook niet om te klagen. Laten we eens kijken naar het bord in deze groep, groep E. Ierland-Italië 1-0 en morgenavond in onze uitzending van 9:45 Mexico-Noorwegen. Een wat geforceerde stand, maar u weet, we willen u graag gewoon maken aan de samenstelling van de groepen. Ierland los op kop en de rest 0 punten. Mexico en Noorwegen kunnen daar morgenavond dus wat aan doen nadat de Belgen tegen Marokko hebben gespeeld. In verband met die wedstrijd Mexico-Noorwegen heb ik nog 2 berichten. De nationale doelman van Mexico, de halve gek Jorge Campos, die 1,20 meter voor zijn doel altijd speelt, en zijn bondscoach Miguel Mejía Barón hebben de FIFA plots voor een probleem gesteld. De bondscoach gebruikt de doelman Campos tijdens de wereldbeker kwalificatiewedstrijden ook vaak in de spits. Hij denkt er nu aan om dat morgenavond tegen Noorwegen ook te doen. Die aankondiging zorgde nogal voor opschudding bij de FIFA. Enkele leden kwamen bijeen om te zien of dat volgens de FIFA-regels voor de wereldbeker wel kan. Nadien verklaarde een FIFA-official dat het wellicht zou toegestaan worden. Het vormt wel een logistiek probleem, want de Mexicanen zouden een shirt van een veldspeler met het reglementaire nummer van de keeper moeten laten maken. Ook een droevig bericht in verband met Mexico. Er is een Mexicaans privéjet met 12 mensen aan boord neergestort in Virginia. Die 12 waren supporters van de Mexicaanse nationale ploeg en waren op weg naar de wereldbeker om de wedstrijd tegen Noorwegen te kunnen bekijken. De samenvatting van de Verenigde Staten tegen Zwitserland die wij u tijdens de rust van de vorige wedstrijd hadden beloofd, maar die is weggevallen omdat we daar Sport op zaterdag iets langer hadden dan verwacht, die gaan we u nu tonen. Die wedstrijd is in de late namiddag gespeeld vandaag. Het gastland tegen Zwitserland. Het commentaar bij de wedstrijd krijgt u van Leo Hellemans. De wedstrijd werd gespeeld in Detroit in de Silverdome. En Chapuisat met het teer, de bal aan de voet en dan zelf aanleggen, eerste schot, metertje naast.